Ik heb eens een boek gelezen van Yvonne Kronenberg. Oh ja. En, god, hoe heette dat boek? Mannen die vrouwen haten. Nou, nee, zoiets. Maar joh, ik heb het in het vliegtuig gelezen naar Egypte. Maar ik heb de hele tijd gelachen. Dus zodat mijn omstanders zelfs vroegen: man, mevrouw, wat leest u toch? Want u lacht alleen maar. En toen heb ik dat verteld. Heb ik dat boek. Yvonne Kronenberg. Ging natuurlijk over mannen en allemaal rare situaties. Maar heel herkenbaar. Dus dat was ontzettend lachen. Dat was zo leuk. Dat heb ik helemaal uitgelezen. En daar heb ik het Hans laten lezen. Mm. Nou, die lag ook te schudden, echt waar. Dat was echt fantastisch. Dus dat vind ik een heel opgewekt boek. En iedereen die nu drama beleeft in zijn leven, die geef ik dat boek. Dat koop ik dan. Oh ja. Die geef ik dat boek. Om op te knappen. Leuk.